Het maken van een inleverbakje in Teletop. Hiervoor ben je twee dingen nodig. Een opdracht en een agendaregel. We gaan eerst kiezen in het menu voor opdrachten. Je maakt een nieuwe opdracht aan. Je geeft de naam van de oefening. Je kunt nog een beschrijving invoeren en onderin kun je nog een aantal opties doen voor de leerlingen. Je kunt ook nog kiezen om een leermiddel te koppelen, een scormpakket, een bijlage door middel van bladeren. Voor de opdracht kun je ook een deadline opgeven. Je kunt eigenschappen opgeven, zoals dat de opdracht maar één keer ingeleverd mag worden. En je kunt ingeleverd werk van leerlingen kun je nog toestaan dat ze dat nog weer bewerken, verwijderen of opnieuw inleveren. Onderaan kun je aangeven of je het ook wilt opnemen in de administratietabel. Wanneer je de instellingen hebt gedaan en eventueel een beschrijving hebt gegeven, kies je voor opslaan. Je krijgt nu de volgende melding. De opdracht is niet gekoppeld. Als we weer kiezen voor terug en we gaan weer naar het veld opdrachten, zien we dat we één opdracht hebben gemaakt. De opdracht oefening in dit geval. We gaan nu naar de agenda. We maken een nieuwe agendaregel. Je kunt de datum invoeren, tijd, locatie enzovoort. Het ligt eraan hoe je Teletop hebt ingesteld wat er bovenin staat. We vullen hier even in bij wat moet je doen. De oefening. Vink het vakje link naar detailpagina aan. Regel de toegang voor de mensen die erbij moeten komen of zet hem eerst nog op slot bij alleen leerlingen het nog niet mogen zien. Kies nu voor opslaan. Je hebt een agendaregel aangemaakt. Je ziet nu het vakje details onder de oefening staan. Klik nu op het vakje details. Je krijgt een leeg scherm. Kies nu voor het vakje bewerken. Je kunt een beschrijving van de opdracht geven. Je kunt nog een extra onderwerp toevoegen. Je kunt de opdracht koppelen. Dit gaan we nu doen, want we willen graag een inleverbakje. We hebben de opdracht immers gemaakt. Je kunt uit de lijst kiezen welke je wilt hebben. We hebben hier één opdracht, dus staat hier één opdracht in de lijst. We kiezen dus voor de opdracht oefening. Als je kiest voor de optie opdracht kan gestart worden vanuit de studiewijzer, betekent dat de leerling vanuit de agenda kan starten met de opdracht. Ze hoeven dus niet eerst op details te klikken. In dit geval vinken we deze aan. Je kunt ook nog weer bijlagen toevoegen of snelkoppelingen naar leermiddelen. Kies nu voor opslaan. Je krijgt nu het volgende scherm. Met beschrijving en ingeleverd werk. De opdracht oefening. De opdracht is nu gekoppeld. Als je nu weer kiest, zie je onder oefening twee nieuwe vakjes verschenen. De eerste is het inleverbakje, waarin je kunt zien hoeveel leerlingen deze opdracht moeten doen en hoeveel daarvan deze al hebben ingeleverd. En de tweede is de knop inleveren, waarmee leerlingen hun werk kunnen inleveren. Zo maak je een inleverbakje in Teletop.